Er is grote onrust ontstaan bij verenigingen in Leiden in de zogenaamde Vlietzone. Nu de gemeente aan het onderzoeken is of daar in de toekomst een bedrijventerrein gaat komen. Als verenigingen, denk ik, als we over alle verenigingen praten, balen we als een stekker. Nou, ik vind dat schandalig. Want eerst zouden de hockeyvelden komen. En dat is van de baan. En toen hebben ze de kantine helemaal opgeknapt. Want we zouden hier gewoon mogen blijven. Nou, ineens is het weer veranderd. Het is nou in 3 jaar tijd is het al 6 keer veranderd. We weten ook niet waar we aan toe zijn. Ja, zeker in de huidige tijd waarin Leiden zich ook als compassiestad neer wil zetten. Snap ik niet dat een activiteit, goed betaalbare activiteit voor kinderen, speciaal voor kinderen die niet op vakantie kunnen, op deze manier eigenlijk van zijn plaats wordt verdreven. De gemeente Leiden stelt dat het om een onderzoek gaat wat loopt tussen 2020 en 2030 en dat er nog geen beslissingen zijn genomen. Dus ik kan me voorstellen dat ze geschrokken zijn, maar dat is een beetje voorbarig. We gaan het echt nog onderzoeken en in dat onderzoek gaan we natuurlijk ook het gesprek aan met de verenigingen en vragen we hen ook wat de wensen en mogelijkheden zijn. Over het contact met de gemeente Leiden zijn de verenigingen niet bepaald te spreken. Nou, we worden in ieder geval nergens bij betrokken. Het gaat alleen maar om de aannemers en om hun eigen zakken te vullen, tenminste dat gevoel dat heb ik. En de leden, de verenigingen, dat interesseert ze allemaal niks. Ze gaan helemaal niet met ons even in een gesprekje met van jongens, wij zijn ergens mee bezig. Willen jullie meehelpen? Gaan we andere locaties zoeken? Er wordt helemaal niks gevraagd aan je, helemaal niks. En dat is wat ons nu ook heel erg dwars zit, dat het niet direct met ons gecommuniceerd is. Toch is de zone langs de Vliet voor de gemeente Leiden wel een serieuze locatie om een bedrijventerrein te vestigen. Op termijn zou het kunnen. Dan moet je denken aan de wat zwaardere bedrijven die dus meer overlast veroorzaken voor de omgeving. En dit is een plek die wat verder van de bebouwing af ligt. Dus vandaar dat het oog er ook opgevallen is. Maar we gaan het onderzoeken. Dus nu gebeurt er nog niks. Maar in de toekomst zou het zo kunnen zijn dat als hier een bedrijventerrein komt, dat deze verenigingen wel weg moeten.